Ik spreek hier met Tjibbe Veenstra. En Tjibbe is bezig met Blockchain World in Barcelona. En dat wordt een enorme happening. En Tjibbe, je hebt al heel vaak van dat soort beurzen gestart. Waarom is blockchain op dit ogenblik weer echt het allernieuwste waar je mee bezighoudt? Ja, omdat het een ontwikkeling is die heel breed in de maatschappij voor veranderingen zal zorgen dragen. Mm-hmm. En zowel in de publieke sector als in de private sector. En als media ondernemer is dat natuurlijk een heel goed onderwerp. Ja, en dan Barcelona weer als centrum van de wereld. En jij gaat 5000 vierkante meter daar reserveren in een Internet of Things conferentie. Hè? Wanneer vindt die conferentie plaats? Van oktober 3 tot oktober 5 dit jaar. Ja, hoeveel mensen verwacht je daar op die hele IoT-conferentie? De IoT-conferentie 10.400. Dat is gebaseerd op de cijfers van vorig jaar. Ja. En daar zullen wij tussen de 3.000 en 4.000 bezoekers voor het blockchain-event erbij krijgen. Oké, 5.000 vierkante meter. En hoe wordt dat opgebouwd? Waar komen de mensen vandaan? En wat zijn de onderwerpen en hoe ga je het opbouwen? Nou, de mensen komen uit 70 landen. Gedeeld over zeg maar een brede laag van C-executives, heel breed uit de maatschappij van bedrijven, organisaties, Governments, et cetera. Ja, dus lekker breed, maar welke bedrijven kunnen we daar verwachten zeg maar op de blockchain part van die IoT-conferentie? Bedrijven die blockchain-oplossingen aanbieden voor zowel de publieke als de private sector. Ja, nou, heb je al wat voorbeelden die je kunt noemen van wat we daar kunnen verwachten? Ja, we zullen dus een aantal toepassingen laten zien op het gebied van goede doelen en financial inclusion. Dat wordt breed ondersteund. Mm-hmm. We hebben gepland lezingen van de United Nations, van Europa, van de Wereldbank. Singapore, dat is een heel goed onderwerp. Ja, ja, World Economic Forum, kunnen we die ook daar verwachten? Dat hoop ik, die hebben we uitgenodigd. Ja, ja, dat is inderdaad, die zijn ook wel goed bezig. Oké, dus dat enerzijds de non-profit, die heb je goed gecoverd. Kunnen we ook de bekende, de Bitmain, alles rondom mining of alles rondom de verschillende soorten blockchain, de blockchains die er zijn, het nieuwe, ik heb jou net gezien op een geweldige conferentie die we hadden georganiseerd in Londen, waarin allerlei initial coin offerings waren, komen al dat soort bedrijven er ook naartoe? Ja, wij hebben dus ook een ICO 2007 event naast de blockchain. Dus, want wij beschouwen ICO's en crypto's als een toepassing van blockchain. Ja. En vooral één die zeg maar de financiële wereld sterk gaat beïnvloeden. Ja, de venture capital wereld is natuurlijk gewoon op een aardige manier. Dus er komt een apart, dat is onderdeel van die blockchain conferentie, is een ICO dag of een ICO middag of een weet ik veel wat. Een ICO driedaagse, een volledig event. Oh. Waar wij ongeveer 60 ICO's zullen uitnodigen om zich te presenteren. En we hebben ook een strategische conferentie en die heet Crypto Economy. En daar zullen zeg maar allemaal onderwerpen aan te pas komen wat samenhangt met de ICO, met de Initial Coin Offerings. Oké, dus het zijn, A is het een bak met mensen die komen laten zien wat ze hebben. En B heb je ook verschillende conferenties, een ICO-conferentie en een crypto-conferentie. Ja, en we hebben natuurlijk een grote blockchain-conferentie, waarin ook weer algemeen strategische zaken worden behandeld. Ja. Maar we ook een aantal sectoren verticaal gaan behandelen. Dus we hebben voorbeelden uit de energiesector, voorbeelden uit de logistieksector, we hebben voorbeelden uit havens, we hebben voorbeelden uit steden, voorbeelden uit de healthcare, van de regeringen. Zo Georgië, hun kadastertoepassing. Ja, kom eens laten zien. Ja. Een minister van Roemenië komt vertellen over social inclusion via je blockchain. Ja, ja. We zijn bezig met Estonië. Estonië speelt een grote rol op dit moment in de overheid, als voorbeeld. Gaan we ook een voorbeeld krijgen uit Estonië. Zo zijn we bezig om overal de leukste dingen weg te halen. Ja, oké. En je had dus nou, dus hoeveel conferenties zijn er dan eigenlijk gedurende die week? Dus het zijn er zo al drie die ik heb opgehaald. Eigenlijk zijn er een aantal algemene conferenties. En dan gaan we ook nog een aantal dingen specifiek voor bepaalde doelgroepen doen.
Hè, zo, we hebben bijvoorbeeld met CEO-net, mm-hmm. Ik weet niet of je dat kent. Tuurlijk, uitgerekt. CEO-net is een platform met 6.500 CEO's in Europa. Ja. En wij gaan dus een specifieke CEO-summit organiseren samen met CEO-net. Mm-hmm. Waarbij CEO's uit heel Europa worden gevraagd om te komen. Gedurende 4 dagen, die komen al een dag eerder. En dan gaan ze dus zeg maar een eigen programma krijgen rondom blockchain en IoT. Mm-hmm. En ze krijgen ook toegang tot een aantal geselecteerde sessies van de algemene conferenties over blockchain en IoT. Dat is een helemaal telemeet programma voor CIO's. Oké. Dus en wij verwachten 200 CIO's daar. Ja, uit heel Europa. Nou, dat is natuurlijk heel erg goed. Mm-hmm. En dat is ook belangrijk. We moeten zeer gekwalificeerde bezoekers hebben, want dan kunnen we ook veel bedrijven verleiden om daar een steentje te nemen. Ja. Even over die standjes, zeg maar, van die 5000 vierkante meter, dat is natuurlijk bruto, maar als je daar alles, want je hebt allemaal hallen en ontmoetingsplekken en de conferenties worden gegeven, hoeveel stands kunnen we daar verwachten? Ongeveer 100. 100 stuks, en die variëren van heel klein tot... Die variëren van 4 vierkante meter tot aan 60 vierkante meter. Oké, en wat is het instaptarief als bedrijven hier in Nederland gewoon een goede toepassingen hebben of goede blockchain toepassingen en of andere zaken? €2.195. Inclusief 2 toegangsbiljetten voor de totale conferentie. Oh ja. En als mensen naar die conferentie toe willen, wat kost zoiets? Dat kost €595 voor 3 dagen. Volledig. Okay. Dus voor de toegang tot de conferentie, 600. Heb je dan ook toegang tot die IoT-conferentie of is dat de blockchain? Als je een gecombineerd ticket koopt, dan betaal je €1.200. Oké, dan heb je beide conferenties. En heb je dan ook toegang tot de ICO-conferentie en de algemene blockchain-conferentie en dat soort dingen, dat zit erin? Alles. Oké. Okay. Alles wat je wil. Je kunt zelf kiezen. Ja, en dus als ik vanaf €2.100 heb ik daar zeg maar 4 vierkante meter plus 2 tickets? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dan... en een compleet gebouwde stand, hè? Dus dat is er ook bij. Hè? Dus het is niet, de normale ruimte, maar het is de... Ik moet even mijn telefoon. Ja. Ja. Oké, dus voor €2.100 plus de kosten van hotel. Nou, dus daar kan het echt niet aan liggen. Dat is gewoon nog minder dan een bitcoin. Ook al is die aan het dalen op het ogenblik. Oh, dus dat is ongeveer de bitcoin. Ja. Op zo'n evenement ontmoet je zoveel nieuwe mensen, zoveel potentiële klanten, zoveel collega's die leuke dingen hebben gedaan, waar jij weer van leert. Als je in blockchain iets wil doen en je wilt het goed doen, moet je daar zijn. Ja, en het is ook zo te horen, dan heb je het heel veelzijdig opgezet. En ik vind het ook wel heel leuk, behalve dan dat er allemaal blockchain toepassingen zijn, vind ik natuurlijk ook die ICO's vind ik heel interessant. Ik hoop ook dat er veel interessante mining equipment hardware zijn, want dat is toch ook wel erg leuk. Gewoon een beetje het iron gebeuren. Ja. Daar zijn we mee bezig hoor, maar dat vraagt wat overredingskracht. Ja, de Bitmain, die moet gewoon komen. Ik heb ze toen geïnvesteerd, ik heb ze geïnterviewd in Arnhem, daar was die CEO van Bitmain, die doet 70% van alle hardware. Ja, die moet je daar natuurlijk hebben, dat is gewoon, die moet naar Barcelona gaan. Ja. Oké, dus in ieder geval, je hebt er wel vertrouwen in dat het daar vol komt, die 100 standjes en al die verschillende conferenties? Ja, kijk, Barcelona is natuurlijk een soort van garantie dat het goed is. Barcelona heeft een geweldige naam opgebouwd met evenementen rond nieuwe technologieën. Ja. En smart cities doen ze heel goed. IoT is in 3 jaar tijd uitgegroeid tot de grootste manifestatie rond IoT-oplossingen ter wereld. Ze hebben de Mobile World Congress gigantisch goed opgezet. Bijna 100.000 bezoekers. Ja. Die begonnen 6 jaar geleden met 30.000 bezoekers. Dus het zit. Dus wat Barcelona aanraakt is goed. En je kunt eigenlijk zeggen, er is bijna geen manager in Nederland, boven de 30 jaar, die niet al de laatste jaren op een event is geweest in Barcelona. Mm-hmm. Ja, nee, Barcelona vinden we allemaal prettig, sympathiek, goed klimaat, goede logistiek, fantastische vierkante meters die daar zijn. En blockchain is natuurlijk super hot. Ik heb zelf net ook weer een congres gehad, het congres van jullie. Afgelopen vrijdag, ICO-congres en vrijdag was fantastisch. Echt hele leuke mensen. En die hadden ook een volle bak, waren 300 man. Dus het was echt ook gewoon een heel goed. Dus ik denk dat dit ook wel echt heel leuk gaat worden. Hey, als mensen er iets vanaf willen weten, waar kunnen ze het vinden? Wat is de website? Uh,
De website is blockchainsolutionsforum.com. Blockchainsolutionsforum.com. Nou, dat is het. Oké. Ga ik daar naar kijken. Dankjewel, Tjibbe. Dankjewel, succes. Vincent. Ik zie je in Barcelona. Dank je. Tot ziens. Tot ziens.